Een paard is geen poes. Ons huis is te klein. Ik loop met mijn paard door de woonkamer. Lasse ploft zijn laarzen keurig op het tapijt. Hij zwiept niet met zijn staart tegen de sofa. Hij snuffelt alleen aan de plank met cactussen. En toch vindt papa het maar niets. Fieke, wat moet dit? Eruit met dat beest, knort hij. Hij is opgesprongen uit zijn luie stoel en hij heeft zijn krant laten vallen. Een paard met laarzen. Zoiets heeft hij nog nooit gezien. Een paard heeft hoefijzers of witte sokken, maar toch geen laarzen. En dat in zijn eigen woonkamer? Echt. Lasse draagt laarzen. Mooi schoeisel van soepel leer met rode veters en een dikke, rubberen zool. Precies op maat voor zijn tere hoeven. Voorzichtig leid ik Lasse tussen de salontafel en het boekenrek de kamer door. Papa blijft veilig achter de sofa staan. Als Lasse met zijn kont gaat wiegen, stoot hij alle boeken op de grond. En Lasse houdt ervan om met zijn kont te wiegen, urenlang. Maar nu wiegt hij gelukkig niet. Hij is goed opgevoed, mijn nieuwe huisdier. We stappen langs de televisie en de glazen kast zonder brokken te maken. Intussen gromt papa dat dit echt niet kan. Maar het kan dus wel, want ik doe het echt. Ben je helemaal gek geworden? Een paard in huis? Lasse sloft op zijn stramme benen naar de keuken. Klik, klak, doen de laarzen op de tegels. Hij kijkt niet eens naar het mandje appels op het aanrecht. Klikker de klak, naar de achterdeur. Lasse legt zijn neus op de klink. Dat heeft hij van de oude Olga geleerd. Hij duwt de deur open en hij sjokt naar buiten.